Hallo kijkers en toffe kijkhuizen, groot nieuwe video. En ja hoor, Minecraft is er weer eens met een nieuwe snapshot. In deze nieuwe Minecraft versie gingen ze de nether aanpassen. En daar zijn ze flink mee bezig geweest, want er zijn heel veel nieuwe dingen bijgekomen. Laat ik even een potion of night vision nemen. Dus dit zijn allemaal van die blauwe blokjes. Nalium of zoiets. En je kunt er ook nog planks van maken. En dat zijn dan deze blokjes. Hier spannen blijkbaar ook best veel endermans. Dus als je een speedrun naar de enderdragon doet, is het misschien wel een goede plek om aan enderpearls te geraken. Nee, je hebt ook nog dit. En als je dit in brand steekt, krijg je blauwe vuur. Maar als je in brand staat, is het nog steeds rood, dus dat is wel een beetje jammer, maar ja, misschien gaan ze dat nog aanpassen. Hier zijn nog wat verschillende trapdoors, maar dit is toch wel die grote verandering, want je hebt netherite tools. Dus je hebt een nieuwe soort pijlen, eigenlijk alle soorten tools zijn nieuw. We zien of ook zo'n zwaard is en ik ben benieuwd. Ah, hier heb je ook zo'n zwaard en ook zelfs armor van dit spul. Ik ben wel benieuwd, als ik even naar game mode survival ga, hoe snel dit gaat. Oh ja, je hebt gewoon soul sand nu, maar je hebt ook dit soort soul sand. En dat is soil. Ja, mijn Engels is niet zo goed, sorry daarvoor. Oh, dit is eigenlijk een soort van stenen, dat is wel leuk om te weten, dus je moet dit hakken met een pickaxe. Dit heeft heel veel durability. Dat is meer durability dan een diamond pickaxe. Dus dat is echt moeilijk om die te gaan gebruiken dan. Alleen in dat diamond pickaxe nog steeds sneller hakt. En deze tools en zo maak je met dit waarschijnlijk. Je hebt ook zelfs dit hier. Ik ga niet alle namen zeggen, want waarschijnlijk spreek ik toch alles verkeerd uit. Je hebt ook een nieuwe soort van lichtbron, want dit geeft zo'n beetje licht. Oeh, Nether Fortress, maar ik vind het toch wel een heel erg interessante toevoeging, want er is heel veel nieuw bij deze versie. Je hebt ook nog dit als nieuwe blokjes, dus misschien kan je daar ook nog wat leuke dingen mee maken. Oh, en ik heb deze blokjes, maar Netherite. Maar blijkbaar heb je ook nog dit. En deze blokjes doen me een beetje denken aan dit soort blokjes. Alleen ik vind deze hier toch iets. Misschien toch is het wel een beetje anders. Maar het doet me wel een beetje denken aan deze blokken. Normaal had je eerst enkel van dit soort lampje. Maar nu heb je ook de blauwe lampjes. En ja, voor alles is het eigenlijk de eerste keer dat ik het zie. Soms lijkt het wel een beetje alsof het nu modded Minecraft is. Met, dit weet ik ook niet maar wat het is, maar het zal waarschijnlijk ook allemaal nieuw zijn. Maar vooral met deze nieuwe soort tools lijkt het allemaal modded Minecraft. Maar het is gewoon allemaal nog steeds vanilla. En ja, dit is nog maar een begin van een snapshot, dus er zullen nog veel dingen bij komen. Misschien gaan er toch weer dingen gaan veranderen. Ook zijn er nieuwe soorten deuren. Je hebt dit. En je hebt dit. De blauwe lijkt me wel episch. Oh, dit is ook nieuw. Ik weet niet wat het is, maar ik ben benieuwd als ik even naar survival ga. Of het mij zal aanvallen. Oh, ze zijn vriendelijk. Als ik ze sla. Ik ben wel benieuwd wat ze droppen. Dus ga ik even hun killen. Ah, ze droppen gewoon een rotten vlees. Maar dat is ook grappig. Dit was dan even voor deze snapshot video. Hopelijk vond je deze video leuk. En laat het even weten in de reacties wat je van deze snapshot video vindt. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei!